Het grootste culturele evenement van 1947 was een rechtszaak. Het proces tegen de geniale schilderijenvervalser Han van Meegeren. Vanaf de jaren 30 had hij zelf een hele reeks oude meesters geschilderd en die als echt verkocht. Op de eerste dag van het proces arriveert de officier van justitie met de Wassenberg, die onder meer als bewijsstukken ter tafel zal brengen glazen en kannetjes uit Van Meegerens bezit die terug te vinden zijn op enkele schilderijen. Het laatste avondmaal, een van de schilderijen met de signatuur Vermeer. Interieur naar Pieter de Hoog. Isaac zegent Jacob, weer naar Vermeer. Evenals de Emmausgangers, dat voor 1,25 miljoen gulden aan het museum Boijmans verkocht werd. Christus en de schriftgeleerden. Dit laatste schilderde Van Meegeren, die we hier op weg naar de rechtbank zien, zoals bekend in opdracht van justitie, om hiermee te bewijzen dat zijn zelfbeschuldiging juist was. De zittingzaal, die veel lijkt op een museum, is stampvol als Van Meegeren in de beklaagdenbank plaatsneemt. Van Meegeren werd wegens oplichting veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Korte tijd later overleed hij en zijn nalatenschap werd onder grote belangstelling geveild. Het avondmaal, of na de begrafenis, door Han van Meegeren, niemand meer dan 23 ondergulden, bent u niet achteraan, 23 rechts van mij. Niemand meer dan 2300 gulden slechts. Niemand meer. Dit prachtige Vermeerkannetje, zoals het te zien is geweest op de kijkdagen. Dat zijn een kannetje, afgebeeld op uw catalogus. Wie zegt er is 1500 gulden voor? 6,25. 6,50. 6,75. Ja meneer, 6,75 heb ik hier vooraan. 675 gulden. 675 gulden. Niemand meer dan 675 gulden. Nog één zo'n veilingsdag en dan valt het doek over de affaire Van Meegeren.